een nieuwe vlog. Precies, goedemorgen. Het is de laatste dag in Turkije. Het is woensdag. We gaan morgenochtend weg. Zo, mijn gezicht lijkt heel wit uitgevallen, maar ik heb er net zonnebrandcrème op gesmeerd. En we gaan nu eerst even lekker bij het zwembad liggen. En daarna gaan we misschien nog eventjes een busje pakken naar Ismailer en daar op het strand liggen. Weten we nog niet zeker. In ieder geval gaan we vanavond lekker uit eten. Eigenlijk voor het eerst in de avond. En misschien gaan we ook ergens buiten het hotel lunchen vandaag. Omdat we toch nog wat lira's over hebben. Dus we dachten, dan kunnen we het ook wel gewoon spenderen. We zaten eerst te kijken naar het aquapark. Maar het bleek toch best wel een gedoe om een busje, een transfer te regelen om daar te komen. Omdat we het eigenlijk niet echt van tevoren hadden uitgezocht. Maar goed, weet je, het maakt niet uit. Ik heb het al eens gezegd, maar dit was echt gewoon een weekje chill vakantie. En dit wordt ook super leuk. Ik heb eigenlijk de hele week mijn bandeau bikini aangehad. Maar nu heb ik maar een keer mijn driehoekjes bikini aan. Het nadeel vind ik dat die bandeau komt tot hier. Dus nu krijg ik hier weer van die wittige driehoekjes. Maar ik vind hem wel heel leuk. En het broekje zit ook veel beter. Want bij deze bikini is het broekje heel erg uitgelubberd. Dus ik dacht, laat ik hem toch maar even een keer aandoen. Het is weer echt een teringbende hier. Niet normaal. Hè? Rotzooimaker. Hé, hey, nou heb jij wenkbrauwen en ik niet. Zit er nog op van gisteren? Ja, oh ja. Eva laat gewoon altijd, zeg maar, expres de wenkbrauwen erop zitten. In de hoop dat het de volgende ochtend nog goed zit. Ja, maar anders ik vind het ook moeilijk anders. Ik doe dit nooit. Wow, mijn ogen lijken zo blauw. Ja, dat bedoel ik dus. Dat ik altijd reacties krijg. Wow, wat heb je blauwe ogen? Maar heb je kleurlenzen? Maar het is gewoon veel licht wat erin schijnt. Het is gewoon mijn eigen kleur. Maar als er licht in schijnt, lijkt het verder. Maar, goed idee. Ik ga mijn wenkbrauwen toch een klein beetje bijkleuren. Want dat vind ik toch wel iets leuker. Gewoon als we stel maken een foto of zo. Wow, dat is super heet. Ik zweet altijd zo zelf als ik aan het zonnen ben. Dus ik ga ook even lekker in het zwembad opwarmen. Kijk, dit is zo grappig op mijn onderbeen. Heb ik dus van die pigmentvlekjes. Maar daar word ik dus, die worden dus steeds bruiner in de zon. Terwijl de rest van mijn onderbeen echt helemaal niet meekleurt. Kijk, zo grappig. En het worden er ook steeds meer voor mijn gevoel. Maar dat vind ik helemaal niet zo erg hoor. Daar stoor ik me verder niet aan. In tegenstelling tot deze dingen. Maar daar zal ik jullie niet nog een keer mee vermoeien. Oké, er zit nog heel weinig in. Dus ik heb er precies één opgemaakt op vakantie. Een tip, dan kun je gewoon dit eruit halen. En dan kun je gewoon natuurlijk, als het een pompje is, het op je hand doen. Of je kunt met dit langwerpige ding het gewoon op je lichaam smeren en dan uitsmeren. Want er zit nog wel wat in. Wij gaan weer even op stap. We gaan naar Ismailer met de dolmoes. En daar gaan we op een plekje die we al hadden gezien vorige keer. Gaan we lekker wat drinken, want dat zag er heel leuk uit. Met een mooi uitzicht. En ik heb even omgekleed. Lekker doorschijnend, maar maakt niet uit, joh. Weer allemaal H&M, of course. Ja, ik kan er eigenlijk niets over zeggen. En jij? Ook. Maar je hebt wel mijn bril. Van? Mijn hele bril, hippe bril. Ja, vanochtend matchten we. Met me. Toen had ik deze op. Eigenlijk moet die nu weer opdoen. Dat is veel leuker. Matchy, dat doen we. Het is hier echt een super mooi plekje, daarom waren we hier ook naar terug gegaan. Het is een heel mooi uitzicht. En hier beneden ergens heb je dus van die plekjes waar je kan eten. Kijk dan, wat een goede spot wij hebben gevonden. Echt schattig.
En we hebben een bananenmilkshake besteld. En we zijn vet benieuwd of het heel lekker naar echt banaan smaakt of naar chemische banaan. Maar in ieder geval is het als het goed is lekker verfrissend. Nog wel even een gin tonic voordat we uit eten gaan. Heb je er zin in? Want ik dacht, het lijkt me wel logisch dat je nu diegene gaat kiezen. Dit wordt mijn signature move in jouw vlog. De hele tijd. Sarah is aan het verliezen. Nou, alweer. Mooie angle ook. Meer. Zullen we eten. Eten. Lopen eten. We moeten eerst nog een uur lopen. Wij gaan eten. Niet vergeten dat we echt een uur moeten lopen. Ja, we kunnen ook gewoon met de bus. Ja, ik vind het niet erg om te lopen hoor. Ik ook niet. Maar het is wel een uur lopen. Ja, dat wel. Even en ik gaan heerlijk uit eten. Hebben we echt wel zin in. Want we hebben nu een week bij het hotel gegeten. Wat prima eten was. Maar ja, het is ook wel lekker om gewoon even iets van de menukaart te kunnen bestellen in de avond waar je echt zin in hebt. En we gaan, dat is wel heel leuk, we gaan naar een restaurantje, dat heet Oh Yes. En daar ben ik 2 jaar geleden toen ik in Marmaris was en 7 jaar geleden of zo ook geweest. Want het is zo lekker, het is voor Marmaris dan wel best prijzig. Voor Nederland is het gewoon normaal tot iets aan de betaalbare kant. Maar dan krijg je een hele grote steak met aardappelpuree en die steak is zo lekker. Dus ik hoop dat het nu weer zo is, want ik heb even helemaal lekker gemaakt. En ja, ik kan het natuurlijk niet tegenvallen, dat zou wel echt stom zijn. Maar ik heb wel goede hoop. Ik zag dat nog wel een paar dezelfde mensen daar werkten toen we daar laatst langs liepen. En we hebben inmiddels best wel trek, want volgens mij hebben we echt om 11:15 geluncht. Het is nu 11:15. En we hebben niks meer gegeten daarna eigenlijk. Dus laten we snel een domhoesje pakken en gaan eten. Dit is hem dus, de beroemde steak. Ik heb stiekem wel een stukje aardappelpuree al gegeten, want we hebben vet veel trek. Eet smakelijk. Ja, zo lekker. Ik geniet hier echt van. Oh, dat was een mooi shot. Niet zo ver inzoomen hoor. Ik zou ook een stukje vlees eten, want dat is echt de best. Kom allemaal naar Oh Yes. Reclame. Sluikreclame. Maar Evie en ik drinken nog even cocktails. En hier zijn we al 2 keer eerder geweest en zijn de cocktails hartstikke prima. Ik heb een mojito. Sorry, ik vind het heel ongemakkelijk zo in het openbaar. En ondertussen ben ik stiekem ook heel even Pokémon aan het spelen. Want hier hebben ze Pokéstops en Lures aan toevallig. Dus. Hoi. Hi. Ben je aan het doen? Ja, dat is echt erg. Ik ben even mijn Pokémon aan het weghalen die ik allemaal dubbel heb. Hey lieve mensen, ik ben inmiddels, zoals jullie wel zien, waarschijnlijk weer thuis al een paar dagen. Op de dag van de terugvlucht heb ik niet gevlogd. En de reden daarom is eigenlijk dat we al om 8:00 ochtends werden opgehaald met de bus. En we kwamen eind van de middag terug in Nederland. Kwam onze moeder ons ophalen, heb ik daar gegeten. Ja, ik had sowieso niet veel beelden kunnen schieten en ik had er niet zoveel behoefte aan op de terugweg. Dus ik heb besloten om die dag niet te vloggen. Maar ik hoop dat jullie de vakantievlogs leuk vonden. Ik heb hele leuke reacties gekregen. Ik vind het zelf heel erg leuk dat ik dit nu altijd terug kan kijken en weer aan onze vakantie terug kan denken. Dus daar ben ik in ieder geval heel blij mee. Ik merkte wel dat ze wat minder goed werden bekeken dan mijn gewone vlogs. Maar dat is ook weer een beetje een algemeen zomervakantie ding. Of het ligt gewoon aan mijn kanaal, ik weet het niet. Ik probeer er altijd niet zo erg op te focussen op al die duimpjes omhoog en zo. Maar het gebeurt toch. Vooral als je beseft hoeveel je bijvoorbeeld een jaar daarvoor kon halen. En dat vind ik dan wel jammer om te zien. Maar ja, weet je, daar moet ik gewoon niet te veel op letten. Want ik blijf gewoon heel erg genieten van het filmen en content delen met de mensen die het wel zien. Dus ik moet gewoon even proberen daar vanaf te komen. En ja, er komen vanaf morgen nog wel voor ongeveer 1,5 week dagelijkse vlogs online. Want zolang ik nog zomervakantie heb, blijf ik vloggen. Maar er komen ook gewoon weer andere video's online. Dus de gewone video's. Dus als je daar verzoekjes voor hebt, misschien met een back to school thema of zo, laat het even achter. Er is al wel een back to school budget make-up look online gekomen.
En dan was dat het voor deze video. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Doei doei!